Yo mensen, Jarrassen hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Try Hard to Commander aflevering hier op mijn kanaal Jarrassen Gaming. Vandaag gaan we weer lekker twee Domination potjes spelen. Allereerst potje is Domination map Meltdown. En op zich is dit wel een chille map, maar klein tikkeltje te groot soms voor 6 tegen 6. Want we spelen namelijk op dit moment ook 6 tegen 6 zoals je kan zien. Pakken de score H. Er zit, wat zit er eigenlijk op? Stok en Fastmax. Waarom heb ik een Fastmax opgezet? Ik heb weer geen flauw idee, maar we gaan natuurlijk kijken of we weer een goede score kunnen gaan eerst. Ik heb nog steeds een UAV de Counter UAV in de Orbital Visit aanstaan. En ik hoop dat als ik mijn Orbital Visit deze keer inroep, dat niet iedereen weer het potje lieft. Dat is tot nu toe elke keer namelijk gebeurd. Roep ik mijn Orbital Visit in, heb ik hem gehaald, 10 kills, bam, iedereen is gereserveerd. Roep ik een andere score streak in, iets hoogs hè, bam, iedereen is gereserveerd. En als dat de hele tijd zo doorgaat, gaat het me natuurlijk ook nooit lukken om een nucleair te droppen, want dan rescuit iedereen de hele tijd. Dus we gaan kijken wat we kunnen gaan doen. De score H bij de W is een heel erg sterk en redelijk... Wauw, hij ligt aan onze kant de vlag te pakken. Het is een redelijk sterk en overpowered SL drivertje, maar hij heeft best wel een hoge recoil. Dus daar moet je natuurlijk wel goed op letten. Want je wil niet doodgaan door de recoil die dit wapen soms heeft. Dus we moeten even goed gaan opletten. Oh shit, er zit daar een sniper. Moet iedereen gaan killen en dan komt het wel goed. Dankjewel. Het was gewoon voorspelbaar dat hij daar naartoe ging. Plus... Oké, dat was niet voorspelbaar, want die heeft Ghost. Hij heeft Ghost en een suppressor aanstaan. Dus dat wordt irritant, want die vent gaat ons dus de hele tijd... Nou ja, hij is nu gekild, want ik had een assist. We moeten die Orbital Visit halen, maar ik wil niet gaan lopen campen of zo ervoor. Ik wil gewoon erop afrennen en dan de Orbital Visit halen. Alleen, de enemies daarentegen niet, want die staan lekker in eigen span. Hier loopt die Ghost vent weer en... Hij... Wat? Hij killed mij, kijk dit! Oh, ik loop zo zijn kogels in! Hij killed mij in plaats van mijn teammate. Oh, dat is soms zo'n bullshit, hè. Soms zo'n bullshit als dat gebeurt. Oh, wauw. Dankjewel, Call of Duty. Vieze camper weer. Hallo. Hij heeft niks raakgeschoten. Hey, lekker, man. Vooral doorgaan met camper. Daar leer je vast heel veel van als je zo gaat doorgaan. Ik weet niet of die sniper achter me aankomt rennen. Dan rent er hier sowieso heen. En dan hoop ik dat die sniper... Ja, dus... Komt er nog een? Ja, kutjes, ik wist het. Ik wist het, jongen, dat er nog een zat. Kom aan, we hebben een UAV, enemies hebben een UAV. We moeten die Orbital Visit halen. Dan draait het om hier ook. Kom aan. Zit er hier weer eentje boven? Ik hoop eigenlijk dat de spawns gaan flippen. Securing Charlie. Ah, scheef Jan. Scheef. Maakt niet uit, ik heb een UAV. Oké, kom op. Nu verliezen we de A-vlag, dan zijn spans geflipt. Dan moeten we nu dus... Teammate, alsjeblieft. Teammate. Ah, die head glitch. Oh. Zo genijs soms, jongen. Ik doe het zelf ook weer lekker op die head glitch staan. Maar als je erdoor wordt gekild, is het altijd nog best wel irritant. Helemaal op zo'n vieze spot. Head glitch, doei. Er loopt er hier nog eentje met Ghost, die is doorgerend. Hij loopt nu links van mij, hij loopt in onze eigen span. Dus daar heb ik in ieder geval nu geen last meer van, maar... Losing Bravo. Ik moet natuurlijk niet zorgen dat hij achter me aankomt, wat hij wel doet. Hij loopt helemaal van dat mijn span, waar hij alle kills kan pakken, rent hij achter me aan. En ik zei het al, dan moet hij niet achter me aankomen. Maar dat deed hij dus wel, jongen. Oh, wat een lul. Hij kon zoveel kills oppakken als hij door was gelopen. En dan komt hij achter mij aan, hè. Ik weet niet waarom. Ze hadden wel een goede bedoeling mee hebben, maar het is niet zo fijn. Hij zit er daarin. Vriend, kom dan. Be advised. Hostile orbital VSAT online. De enemies hebben een orbital VSAT. Hoe komen de enemies... Losing C. De enemies hebben... Ik heb een counter UAV, fuck jullie. En we zijn ge-EMP'd. Oh shit, sorry. Ja, ik weet wie het alles heeft gehaald. Dat is die fan met zijn ghost. Die fam is een ghost op al die streaks gehaald, man. Kutjes. Oh, kut. Ja. Dit gaat niet goed aflopen. Shit, man. Daarom ging hij dus achter mij aan, hè. Hij wilde die kill oppakken, omdat hij dus bijna een Orbital Visit had. Dat was de reden. Kut, jongens. Ik word hier al geneukt, dat is niet normaal. Ik word hier al geneukt. Kom aan, boys. We zijn een keertje de rollen omgedraaid hier ook. Wel geowned. Woe. Kom aan.
Ik moet me nu even gaan concentreren hoor, want anders gaat het hier echt niet goed aflopen namelijk. Losing Alpha. UAV awaiting order. What the fuck, waar is die vent naartoe? Hij is sowieso nog niet dood hoor. Ik weet niet of hij naar boven is gerend, maar... Uh-oh, we worden gesniped. Oké, ik wacht gewoon tot de ronde erop zit. Zo de knetter, jongen. Die fans staat 1704. Hij heeft Ghost en ook een Scar met een suppressor aanstaan. Dus je komt nooit die vent te zien op de minimap. Nooit. Kijk die killcam. Drie man is een richtpunt. Vier man zelfs. Staat er daar nog eentje. Oh, yo. En hij overleeft het ook nog. Hoe kon hij dat wel? Als ik daar had gestaan, was ik meteen dood geweest. Ik zweer het je. Oké, tweede ronde. We staan nog wel voor. Want die Dave die speelt alleen maar voor zijn opdoel. Die speelt totaal niet voor de objective. Dus hij gaat sowieso dit potje verliezen, maar hij moet niet nog een keer zijn orbital kunnen halen. Als hij nog een keer zijn orbital haalt, zijn wij fucking echt de Shaak. Dus oké, hij heeft Ghost aanstaan, dat is het enige wat ik weet. Ik weet niet hoe die loopt, ik weet niet waar die naartoe gaat, maar het enige wat ik weet is dat hij Ghost aan heeft staan. Dankjewel, dat was hem niet. En nu heb ik een orbital, nu worden de rollen omgedraaid. Let's go. Nu hebben wij de orbital, boys. Oké, die Dave die komt nu ook op de minimap te staan. Nu wordt er een rol omgedraaid. Het werd wel een keertje tijd, Tiro, want dit ging niet meer goed aflopen anders. Oké, rollen zijn omgedraaid. Hier gaan we. Vieze camper. Die voor je. Oké, pak die vlag, jongens. Daar krijgen we 200 punten voor. Ik moet gewoon nu zorgen, want nu heb ik een orbital in de lucht hangen, dat ik nu nog een orbital kan halen met deze orbital. En dan gaat die Dave waarschijnlijk sowieso race quit. Hij staat nu nog 18-5. Ik ga gewoon proberen die Dave te laten race quitten, man. Als iedereen in het potje blijft, behalve Dave, dan vind ik het goed. Die vent die gaat eventjes iets op zijn kop krijgen hier. Lekkere lijn in, jongen. Let's go. Let's go, Scarretje. Kom maar. Oh, wat? Oh, ik word gesniped. Oh, jongens. Wat een bullshit. Kut. Waarom ging ik daar ook staan? Nu is mijn orbital voorbij, man. Fuck. Ik heb het zelf nu weer verneukt, hè. Dit is mijn eigen schuld. Ik had... Oh, shit. Maakt niet uit. Dave die staat nu 19-7. De rollen zijn echt omgedraaid. Je ziet het gewoon gebeuren hier, hoor. Is geniaal om te zien. Let's go, Dave. Rollen zijn omgedraaid, maat. Kijk uit, teammate. Wat een span hier! Ik wou het net zeggen. Ik weet niet of er nog meer span is. Ik sta hier even te wachten. Nee, span nu allemaal in de cave. In de druiproom, zoals ik het altijd noem. Hij zit daar, jongen. Kill hem. Lekker, teammate. Nice. Ah, waarom nijf ik? Die eerste nijfje was al geluk en die tweede nijfje die ging scheef omdat het Black Ops 2 is. En Black Ops 2 kan je namelijk helemaal niet nijven. Elke nijfkill die je raakt in Black Ops 2 is een geluknijf. Je hebt een shotgun en je hebt geen enkele kogel raakgeschoten. Dankjewel vriend, dankjewel. In het midden van de map. Teammate, je loopt zo langzaam, man. Sniper. Daar, kutjes! Ik was me aan het omdraaien voor Dave. Dit gevecht, want het hele potje ligt alleen maar tussen Dave en mij. Dave zit hier ook nog. Okay, dan ga ik de andere kant om, want ik wil niet namelijk gekild worden door Dave. Shotgun vent is dood, we hebben B verloren. Thanks voor de hulp, jongens! Thanks voor de hulp! Hij heeft de B-vlag gepakt, houdt het in dat hij 200 punten heeft. Hij gaat weer richting zijn orbital, die vent. Kut sniper. Oh, ik moet rennen. Die sniper zit daar namelijk nog. Let's go. De sniper die... Oh, dat is mijn teammate. Oh, jongens. Ik haat die EMP-granaten, man. We moeten een UAV hebben. Zonder de UAV heb ik echt de ballen van waar die enemies zijn. Oké, allemaal daar dus. Why yo, maat. Oh, ik zat ze te zoeken, man. Ik haat die EMP-granaten. Of het hele EMP-systeem ook. Die sniper. Even serieus. Hij snijpt iedereen, jongen. Oh. Het verbaast me niks als hij zo meteen een orbital visit hebt, joh. Die vent die staat er namelijk al het hele potje te campen. Dat is niet normaal meer. Gaat er gewoon niet meer weg, die gozer. Ja, weer een kill. Die voor je, kutsniper. Ah, shotgun. Jij mocht me killen. Ik heb die kutsniper namelijk dood. Dus ik vind het goed. 39-5. Dit is echt een slechte score, hoor. Maar het gaat tussen Dave en mij, dit potje. Hij zit er nog wel in. Hij staat 26-13. Dus de eerste ronde ging voor hem wel goed. Maar de tweede ronde gaat echt slecht voor hem. En bij mij ging de eerste ronde weer slecht. Maar de tweede ronde ook nog steeds. Dus
Maakt verder ook niet uit. Die kut camper, echt waar. Ik heb je net gekild. Ik heb je serieus net op deze plaats gekild. En hij zit er gewoon meteen alweer, jongen. Een professionele camper zijn we tegengekomen, jongens. Why, yo. Why. Hallo, Dave. Why, yo. Kill die kut camper, jongens. Alsjeblieft. Hij weer een kill. Ik heb hem geraakt. Ik zie hem helemaal niet, hè. Ik kan hem ook gewoon niet zien hier, hoor. Hij zit daar, hoor. Dat weet ik, maar... Ga nou niet mijn richtbeeld inlopen. Ik wil die sniper killen. Nee! Stop nou, jongens. Even serieus. Ik wil alleen maar die sniper killen. Dave, ga weg! Dankjewel. Ik heb nog... Nee, ik wou die sniper nog killen. Ik wilde die sniper nog killen, maar ja... Iedereen die liep ervoor en ik kon hem ook niet zien daarom, man. Het is zo vies headcliss die daar zit, als je in dat huisje gaat zitten. En je moet serieus helemaal naar hem toe rennen, wil je hem kunnen killen. En dankjewel dat de ronde erop zit, het hele game erop zit. Nou, Dave die heeft zijn score nog eventjes aan het einde verneukt, zoals je kan zien. 28 of 15 staat hij en die camper die staat... Die camper staat nog negatief ook. Die camper... Hoe kan die camper negatief zijn als die mij de hele tijd killt? Hij staat 19 op 20, die camper. Waarschijnlijk is hij pas gaan campen toen hij echt gewoon 1 om 15 stond of zo. Want hij heeft echt veel kills opgepakt, hoor. Terwijl hij daar de hele tijd zat in zijn gebouwtje. Hij heeft mij sowieso 4 of 5 keer gekillt. Sowieso. En hij heeft 19 kills. Dus heeft hij een van de 4 kills heeft hij op mij gemaakt. Dus duimpje omhoog voor jou. Maar dit was niet echt het chill potje. Nu gaat het geluk hebben. Als ik bij Dave in het team kom. Dan, oeh, challenge gehad. Dan, nou kunnen we gaan knallen. Dus nu is het eventjes spreken van een gelukje. En, ah, Dave is geracequit. Oké, dat is ook goed, jongen. En hoop ik dat die camper ook nog eventjes lief. Die camper is ook geliefd, dankjewel. Iedereen is geracequit. Hé, later, hè, jongens. Later, oké. Potje nummer 2. Dit potje moet veel beter gaan dan het eerste potje. Want het eerste potje was rampzalig. En het heet natuurlijk de Tryhard Two Commanders. Dus we moeten die nucleus droppen. Oké, tweede potje. Ik denk dat ik eventjes de MSMC ga pakken. Want, Map Studio is wel een submachine gun mapje. Althans, als ze niet gaan campen. Als ze gaan campen, dan moet je weer een SL Drive pakken. Maar dat zullen we vanzelf gaan zien. Kom erop, jongens. Jullie gaan eraan. De Psycho Jaws. Die weaponized camo die is echt ziek, man. Ik vind dat ze dit vaker erin gaan doen. Van die beweegbare camo's. Dus je moet ze nu natuurlijk kopen voor 2 euro per stuk. Maar ze moeten ook gewoon al in het spel zitten zonder dat je ze moet kopen. Want die camo's... Ja... Ik vind het echt geldtrekkerij als ik eerlijk ben. Je betaalt 2 euro voor een camo op je wapen. Ik vind gewoon dat als een camo uitbrengen moet het gratis zijn. Bij andere spellen zijn zelfs sommige maps zijn gratis. Dan komt er een map pack uit, gratis voor iedereen. Bij dit spel 15 euro, 2 euro voor camo's. Als je alles wil kopen in Call of Duty Black Ops 2, als je alles wil kopen in Ghost, ben je nou ja, voor de normale editie al 150 euro kwijt. Gewoon de Prestige Edition. Moet je nog eens, nou ja, 50 euro erbij betalen voor alle camo's, ben je gewoon 200 euro kwijt aan één spelletje. En ja, ik vind gewoon dat ze bij sommige dingen wel een beetje wat minder geld willen mogen vragen. Of ze moeten gewoon de camo's uitbrengen voor 50 cent per stuk of zo. Maar 2 euro... Dat is een beetje te veel. Maar goed, ik ben niet te maken voor Call of Duty, dus ik weet ook niet hoe ze dat allemaal doen. Vieze campers! Ik ging een submachine gun class pakken, maar ik heb automatisch al mijn assault class gepakt. En volgens mij is dat maar beter ook, joh. Jongens, oké, ik ga even proberen met de MP7, want deze mensen die... Fuck jou. Ik teammate is B aan het pakken, nice teammate. Ze staan weer allemaal, ze zitten hier met z'n... Ze zitten hier gewoon met z'n drieën. Ze zitten gewoon met z'n drieën in één fucking huisje, man. Oh, lekker teammate, nice. Securing Alpha, en dan spannen ze dus hier. Dat is dus een ja. Ik sta al 20 keer op die minimap en ze lopen gewoon langs me. En ik wist dat de moeten jullie vaker doen, man. Dat vind ik wel kicken namelijk. Lekker. Mispoes. Let's go. We gaan nu weer lekker, jongens. Hè? Het duurde eventjes, maar we zijn er weer in. We are back in the game. Zitten weer allemaal te campen hier, hoor. Allemaal. Fuck jou met je kutsteun. Oprotten nou. Ik ga achteruit. Ik ga er niet meer in, man. Ze staan er allemaal me op te wachten. Ik laat hun maar lekker komen nu, want anders gaat het hier echt niet goed aflopen namelijk. Komt er weer in. Eigenlijk weer een stun, hè, die vent. Komt hij ook weer aanrennen of niet? Kijk op die minimap, hè. Je zit zo hard te campen, vriend. Ik weet niet waar je mee bezig bent, maar...
Fuck jou, echt waar, kut campertje. Zo reken je af met campertjes, jongens. Oprotten met die zakken. We've taken control. Die vent die leeft nog, Wat een lul, jongen, holy shit. Er zit er nog eentje hier ook in die toren te campen. En die is al dood, lekker teammates, nice. Goed gedaan. Oh, get owned! Ah, kutzooi. Ja, dat was, ja, kut. Kut. Ik had hem gehad als die geen C4 had gegooid. Maar ja, ik blies zijn C4 op, want ik schoot op zijn C4. Waardoor die ontplofte en waardoor ik mezelf dus killde. Want dan werkt je flagjack het namelijk niet. Ja, goed gedaan, jammer niet juist. Even 200 punten pakken, dankjewel. Maar dat was niet echt, echt helemaal de bedoeling. Let's go, man. We pakken ze hard nu, hoor. Let's go, wijs. Hoppatee. Ik moet even weer op zorgen dat ik een nieuwe Orbdorfie haal. En er zijn ook weer lekker veel mensen geraced, maar er zitten alweer nieuwe mensen bij. Oh shit, jij hebt Ghost. Oké, dan moeten we in de gaten gaan houden. Die vent komt dus niet op de minimap te staan. En daar ben ik nou niet zo blij mee. Wat? Serieus? Ik begon eerder op hem met schieten, man. Volgens mij schoot ik ook niet mis ook. Kan wel hoor, moeten jullie even nachecken. Ik kan het natuurlijk niet zien, maar... Oh, jongens toch. Ze waren net niet meer aan het camp, maar nu hebben ze het weer opgepakt. Ze zijn allemaal bovenop bij A, jongens. Bovenop bij A. Die vet spreekt gewoon met zijn deadmachine overal erheen. Kom aan, jongens. We hebben die UAV's. Ja, lekker. We hebben hem alweer. Je hebt die UAV's constant nodig, man. Non-stop. UAV. Als je non-stop een UAV hebt, gaat het zoveel makkelijker om lekker te spelen in Call of Duty. Maar zo weinig mensen hebben nog maar een UAV aanstaan. Kut camper. Zitten weer met z'n allen te camperen daar, ook. Ja, ik zei het. Je kan er niks tegen doen, man. Als je daar zit te camperen, het is zo gewoon keihard genaaid, man. Check your timeline. Ik kan niet of zo op ze afrennen, want dan killen ze me toch weer. Want ze zien mij al eerder staan door hun UAV die ze hebben. Dus het gaat nooit werken om die ventjes te killen. Als je op ze afrent dan, hè. Als ze naar mij toe komen rennen, zijn ze meteen dood. Maar als ik naar hun toe kom rennen, dan ben ik meteen dood. Waarom ik dat deed? Ik heb werk geen flauw idee, maar... Dit gaat echt niet goed, man. Weet je, het probleem ook met campers is... ze gaan campen op bijvoorbeeld die spot bij de A-vlag, daarbovenop. Alleen als je ze dan killt, dan is het probleem dat ze ook weer spawnen op precies dezelfde plek. En dat is natuurlijk alleen maar in Domination, in Demolition het geval. En in Groundwear natuurlijk ook, want daar heb je ook Domination zitten. Maar bij Kill Confirmed, als je killt op een campspot, spannen ze aan de andere kant van de map. Bij Team Deathmatch, als je killt op een campspot, spannen ze aan de andere kant van de map, moeten ze een nieuwe campspot gaan zoeken. Als je op Domination op een campspot killt, dan spannen ze letterlijk gewoon naast hun campspot. En dan kunnen ze meteen weer naartoe rennen en dan kunnen ze meteen je weer killen. En dat vind ik zo genijd aan gewoon hoe ze dat hebben ingedeeld. Eigenlijk, als je wordt gekillt op zo'n spot, dan moet je gewoon standaard aan de andere kant van de map spannen. Dan moet je gewoon gestraft worden. Want het is zo genijd dat ze meteen weer terug kunnen rennen naar dezelfde spot waar ze misschien een 15 killcircle hebben gehaald, waar ze een orbital op hebben gehaald, dat ze alleen maar stil hebben gestaan. Dus dat vind ik soms gewoon genijd. Als ik nu hier word gekillt, dan span ik hier weer en dan kan ik meteen weer gaan zitten. En nu hebben ze ook een stealth chopper daardoor gehaald. Ja, nu moet ik zelf ook gaan campen. Ik moet terug gaan campen nu. Ah, ik wil niet campen, maar er zit een stealth chopper in de lucht, dus ik moet wel. Vieze camper, jong. Kijk, nu heb ik hem daar gekillt. Ik heb hem nu daar gekillt, hè. Waar spant hij nu? Op precies dezelfde plek en hij rent... Wat is dit nou even killcam? En hij rent er nu meteen weer naartoe en hij zit er gewoon nu weer. Hij zit nu gewoon weer op de precies dezelfde plek. En dat is dus de naaie factor hieraan. Kijk maar. Als ik hem nu daar kill, dan spant hij ongeveer weer bij de B-vlag, kan hij er meteen weer gaan zitten. Het is gewoon genijd als dat gebeurt, man. En ze zitten er niet één keer, ze zitten er niet twee keer. Ze zitten gewoon het hele potje op één plek. En je kan er niks tegen doen. En dat moeten ze dus gaan veranderen in de aankomende Call of Duty's. Wat? Dit slaat ook nergens. Hij spant daar. Ah, oh, wat is... Je kan echt zoveel lullen over het spansysteem, maar...
Iedereen weet gewoon dat het faalt. Ik span nu gewoon weer naast iemand. Hij loopt daar al. Het is gewoon echt nog steeds aan de slechte kant. En... Ik wil niet terug gaan campen, maar ik moet eigenlijk wel, man. We hebben een counter review op onze kop. We gaan zo meteen het potje nog verliezen ook, let maar op. Securing Alpha. It's hot. Jongens, ik pak mijn score er weer bij, want dit gaat echt niet goed zo. Ik probeer me te concentreren, maar er valt niks te concentreren, ja? Want enemies zijn overal, jongen. Kijk maar hier, daar kill ik er twee en dan staat er nog één boven te campen daar, oh. Hij stond gewoon in stage 14, man. Waarschijnlijk staat hij daar nu nog steeds. Het is gewoon niet chill, jongen. Weer met z'n tweeën, let's go. Kan iemand me even helpen met die vlag? Kom op. Oh, nu pakken jullie hem. Ik zit net in mijn eentje die vlag proberen te pakken. Oh, ze zijn allemaal weer dood. Oké, laat maar zitten. Dat werkt ook niet, jongens. Transitioning. Securing Bravo. Securing Bravo. Jongen, teammate, je blok me, ouwe. Ik loop achteruit, zet die teammate me te duwen hier, oh. Dat werkt ook niet, jongens. En daar staat hij weer te campen, hoor. Heb je hem al? Nee, je hebt hem nog niet. Kut camper. Oh, je kent... Oh, volgens mij kent hij hem ook nog eens. Securing Alpha. We winnen sowieso dit potje, want we spelen wel lekker voor de objective, maar... Ja, die score die ik hier al haal, dat is echt rampzalig. Hij staat er weer, hij staat... ik zie, hij spant daar, zag je hem? Hij klom gewoon net naar boven en nu gaan die eraan gaan campen. Maar gewoon meteen, gewoon meteen. Het is zo genijd, jongen, dat je wordt. Ja, campers, ja, je staat weer te campen, maar dan moet je niet gaan schelden als ik een kill. Campers horen bij Call of Duty, maar soms zitten er te veel in één potje. En is het er weer. Ik kill de hele twee mes, ik maak de hele dubbel kill en er zit er nog een derde naast, jongen. Zit zo... Als ze aan stealth chopper. Ik weet ook niet hoe ze aan die stealth chopper komen, jongen. Even. Hoe komen hun aan de stealth chopper? Ik sta. Oh, joh, ik sta echt heel slecht. Dit is niet meer leuk. Het is een. En ze hebben nog een wardrock. Hoe de fuck komen ze aan al die streaks? Dat is sowieso deze. Het is sowieso die fan. Want hij zit er al de hele tijd hier binnenin, jongen. Al de hele fucking tijd in die caravan. Oh, jongens, toch. Lekker, teammate. Nou ja, wij hebben sowieso gewonnen. Dat vind ik wel goed. Alleen ik heb echt de slechtste score die ik ook maar kan halen in het potje, jongen. Het is echt heel erg slecht deze score. Maar ja, gelukkig hebben we het daar niet over. We hebben het potje gewonnen. Ik vind het goed. Fuck je, en... Hoe killt dit ding me nou? Oh, hij komt... Hij killt me door de muur heen! Sowieso, hij schoot recht een raket zo naar binnen. Bam! Zo mijn kop, jongen. Maar goed, ik heb wel de final kill gehad. Dit is echt de slechtste Road to Commander of Tryhard to Commander aflevering ooit. En, oh nee, ik stond buiten, dus dat ding dat... Ja, dat ding schiet zo'n raket op mijn harses, man, hier ook. Kijk maar, zie je zo'n raket... Ik zei, zie zo'n raket op mijn harses. Anyway, hij schoot niet door de muur heen. Ik dacht namelijk... Ik weet niet wat ik dacht. Ik dacht dat hij via de andere kant kwam, maar... Hij vloog al over die kant op. Ook goed. Nou ja, niet... ik ga... kutpotjes. Dus eens wat ik kan zeggen, kutpotjes. Het kan natuurlijk gebeuren in deze serie dat ik ook kut ga. En dit waren twee kutpotjes. En het is gewoon genaaid in Domination dat ze dus spannen bij hun campspots. En dan kunnen ze meteen weer terugrennen naar hun campspot. En soms zie je het ook dat bijvoorbeeld als ik nu bijvoorbeeld ga campen. Even de lobby liever, want anders start de volgende lobby. Als ik nu ga campen en ik ga bijvoorbeeld in mijn spawn liggen met de sniper. En ik zoom in op de campspot. En ik ga opletten op wie je kill. Dan zie je als iemand gaat campen en je snijpt door zijn kop heen. Dat je ongeveer 10 seconden later precies dezelfde persoon killt. Precies op dezelfde plek. Omdat hij weer terug is gelopen naar zijn campspot. En je kan het dus gewoon testen. Ga gewoon liggen op de grond. Zoom in op bijvoorbeeld de campspot bij de aanvlag erbovenin. En ga kijken hoe vaak je dezelfde persoon killt. Ik durf je te wedden. Je killt ongeveer 5-6 keer op rij dezelfde persoon. Gewoon omdat hij precies bij dezelfde plek spant. Gewoon omdat hij precies naar dezelfde plek toe loopt. En omdat hij gewoon precies hetzelfde probeert daar kills te pakken. En daar zijn streaks te halen.
En het is gewoon genaaid natuurlijk. Ik heb proberen rond te rennen. Dat ging niet goed. Want ik killde twee mensen. Toen ging ik weer dood. Twee mensen. Gewoon kutpotjes gespeeld. Maar dat kan natuurlijk ook gebeuren in Call of Duty. Die kan niet altijd goed gaan. Dus bedankt voor het kijken, mensen. Vergeet natuurlijk niet te liken voor meer. Ik wil nog een nuclear droppen. Maar ja, dan moeten we even denken een andere game moet gaan spelen. Want de campers die komen van Ghost volgens mij naar dit spel toe. Maar bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. En tot de volgende keer weer, mensen. Bye bye.